Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag in deze video ga ik een aantal tips met jullie delen voor lang en gezond haar. Vroeger had ik heel erg dun haar. Ik had heel erg vaak laagjes geknipt. En ja, daar was mijn haar best wel onderdoor gegaan. Dit helpt voor mij heel erg goed. En ik denk dat jullie daar ook wel wat aan zullen hebben. Omdat het gewoon van die random tips zijn. Bijvoorbeeld je haar niet te vaak laten knippen. Of je haar niet te vaak wassen. Dat ga ik allemaal vandaag met jullie delen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn tips voor lang en gezond haar. Zoals ik nu heb bereikt uiteindelijk. Blijf dan vooral kijken. En ik wens je heel erg veel plezier. Nou, ik ga jullie eerst wat achtergrondinformatie over mijn haar geven. Zoals ik net ook al zei, had ik vroeger mijn haar heel erg vaak uitgedund. En had ik echt heel erg dun en ja, weinig haar. Dit was eigenlijk wat ik had toen. Dus dit plukje wat ik nu in mijn hand heb, dat is wat ik toen had. Omdat het gewoon zo erg uitgedund was dat het eigenlijk een soort matje was wat ik overhield. Dat is ongeveer 5 jaar geleden, 6 jaar geleden mag ik wel zeggen. En sinds die tijd is het nu geworden tot dit. Dus heb ik gewoon heel erg dik haar. Mijn haar kan overal tegen. Ik heb mijn haar heel erg vaak geverfd in de afgelopen jaren. Afgelopen 4 jaar zelfs heb ik mijn haar geblondeerd. Als jullie mijn video's hebben gekeken op mijn eigen kanaal, dan weet je hoe vaak ik een andere haarkleur heb gehad. Ik heb donkerbruin gehad. Ik heb het weer geblondeerd, toen weer bruin, toen weer geblondeerd. Ik heb het zelfs rood gehad. Ik heb echt allerlei soorten kleuren haar gehad. En dat is zo slecht voor je haar. Maar mijn haar is er gewoon nog steeds gezond, ja, doorgebleven. Het is slecht voor je haar, dat kan ik zeker toegeven. Maar mijn haar is nog steeds sterk en dat komt gewoon door de verzorging. En de verzorging is echt gewoon een, ja, heel erg belangrijk. Want zoals je kunt zien is mijn haar nu ook geblondeerd. En het is nog steeds gezond. En als ik een haartje eruit trek, kan ik het gewoon nog, zeg maar, elastisch bewegen. En als ik bijvoorbeeld een haartje nu eruit trek en het knakt meteen, dus je haar knakt, dan weet je gewoon dat je je haar beter moet gaan verzorgen. En ik kan het wel eventjes doen nu. Even een haartje eruit trekken. Ah! Wat ik dus bedoel, oh, ik heb er nu echt gewoon 3 uitgetrokken. Wat ik bedoel is, nu heb ik een haar in mijn hand en ik kan hem nu, zeg maar, elastisch bewegen. En op een gegeven moment knakt hij wel, omdat je dan te hard trekt. Maar als hij, zeg maar, niet elastisch is, je haar, en je kunt hem gelijk knakken, dan weet je gewoon dat je haar niet gezond is of gewoon meer voeding nodig heeft en meer hydraterende producten bijvoorbeeld. Masker, noem maar op. Mijn haar is dus nog redelijk gezond. Het is niet super gezond zoals je haar kan zijn als je het dus niet verft. Maar door de producten die ik gebruik is het nog wel gewoon in goede staat. En kan ik gewoon nog doen ermee wat ik wil. Zonder dat het er nu in één keer flats vanaf valt. Nog iets wat ik heb toegepast de afgelopen jaren is mijn haar niet te vaak knippen. En daarmee bedoel ik om de 3 maanden knipte ik mijn haar. En nu nog steeds. En wat ik dan doe is gewoon echt enkel alleen de puntjes. En de kapster die weet echt wel hoeveel er vanaf moet. Maar zeg gewoon tegen haar niet te veel. Want een klein beetje maakt dan heel erg groot verschil. Dus als jij gewoon bijvoorbeeld 3 mm eraf haalt omdat je dat nodig hebt, laat het dan maar gewoon echt op die 3 mm. Als de kapper zegt van ja, je moet echt 10 cm eraf halen en jij denkt van ja, dag, dat hoeft van mij niet. Doe het dan ook gewoon niet. Zeg dan gewoon tegen haar van halveer het en dan kijken we de volgende keer hoeveel er nog echt af moet. Dat heeft voor mij ook gewoon heel erg goed gewerkt. Dus gewoon niet te vaak knippen. Ik heb zelfs een periode gehad dat ik het 1/2 jaar niet had geknipt en toen was mijn haar nog steeds gezond. Dus ja, dat mensen zeggen je moet om de 3 maanden je haar knippen. Weet ik niet of dat echt zo is, of dat goed is voor je haar, of dat je haar beter laat groeien. Daar kan ik niet over meepraten, want ik heb daar gewoon geen ervaring mee. Maar wat voor mij goed heeft gewerkt, was dus dat ik het niet te vaak knipte. Wat ook heel erg goed voor mijn haar was geweest de afgelopen jaren, was dat ik het niet te vaak waste. En daarbij heb ik het nu dus dat ik het gewoon zelfs soms om de 3 dagen was. En wat daaraan goed is, dat je haar moet daar wel aan wennen. Want in het begin kon ik mijn haar echt niet om de 3 dagen wassen, want dan was het binnen 1 dag gewoon heel erg vettig. Maar als je haar eraan laat wennen, dus als jij bijvoorbeeld vanaf nu je haar probeert om de 3 dagen te wassen, dus om de 3 dagen te wassen. En dan bijvoorbeeld tussendoor het droogshampoo gebruikt. Ook al voelt het even vies aan. Na een paar weken is je haar eraan gewend. En dan kan je gewoon 3 dagen zonder droogshampoo ermee door. En het heeft natuurlijk ook te maken met de producten die je gebruikt. Want als je bijvoorbeeld een conditioner gebruikt die echt heel erg vettig is. Of er zitten bestanddelen in die het haar juist vettig maken. Dan kun je die beter vermijden. Maar als ik bijvoorbeeld mijn haar was met shampoo. Met gewoon een milde shampoo. En vooral focus op de punten met conditioner en niet op, op de hoofdhuid immasseer. Dan gaat het echt gewoon 3 dagen goed. En dan moet ik bij de 3e dag pas echt een beetje droog shampoo gaan gebruiken. Nou, wat ook heel erg goed helpt bij mij is een haarserum. En een haarserum, je kunt denken aan haarolie. Gewoon in ieder geval oliën voor het haar. Dat is in ieder geval een beetje extra verzorging. Een haarserum of een haarolie. Breng dat gewoon aan na of voordat je haar gaat borstelen.
En dan breng ik het altijd in op de punten van mijn haar. En dan ongeveer tot hier. Dat heeft mijn haar ook wel heel erg goed geholpen, denk ik, de afgelopen jaren. Als ik gewoon geen haarserum gebruik, dan voelt mijn haar ook niet lekker aan. En ik zie gewoon dat het dan echt voeding tekort komt. Dus dat mijn haar echt eventjes iets van een... ja, vettig laagje nodig heeft, dat het weer eventjes wat kan opzuigen en weer eventjes wat extra voeding en hydratatie heeft. Wat ook belangrijk is voor je haar om het goed te beschermen. En daarbij heb ik het nu gewoon gelijk eventjes over heat protectant sprays. Voordat je je haar gaat feunen, altijd een heat protectant spray aanbrengen. Dit heb ik al jaren gedaan en mijn favoriet is die van Aussie, de heat protectant spray. Dat verdeel ik altijd door mijn hele haar voordat ik ga feunen en voordat ik ga stylen en voordat ik mijn haar ga krullen. Dit doe ik omdat mijn haar dan beschermd is tegen de hitte van de tools. Je beschadigt je haar minder erdoor. Tenminste, dat zeggen ze. Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Maar ik merk wel dat mijn haar daarna gewoon wat beter eruit ziet dan dat ik het niet gebruik. Dus dat is ook heel belangrijk. Bescherm je haar. En ook tegen de zon heb je speciale sprays die je kunt gebruiken om je haar te beschermen tegen de zon. Als jij bijvoorbeeld een week op vakantie gaat, je gaat in het chloorwater, je gaat echt in de volle zon zitten. Je haar heeft daar wel echt om te lijden. Gewoon eventjes je haar beschermen met een beschermende spray tegen de zon. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat jullie wat hebben gehad aan mijn tips voor lang en gezond haar. Dit zijn gewoon de dingetjes die voor mij heel erg goed gewerkt hebben en... waardoor mijn haar nu weer in staat is zoals ik het wilde hebben. En waardoor mijn haar gewoon weer gezond en glad aanvoelt. En dat ondanks dat ik het verf en alles ermee doe. Ik stijl het, ik krul het. Ik doe er eigenlijk alles mee wat je haar liefst niet wilt. Maar toch is het gezond en ziet het er gewoon oké uit. En heb ik gewoon glad en zacht haar. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat ook jouw tips achter in de comments hier beneden voor gezond haar en sterk haar. Mocht je ook nog wat extra tips hebben die ik niet heb genoemd in deze video, is het altijd handig voor de anderen om dat terug te vinden hieronder. En eerlijk gezegd vind ik het ook wel handig om van anderen nog extra tips te krijgen voor gezond en lang haar. Want dit zijn natuurlijk de dingen die ik weet en die voor mij goed hebben geholpen. Maar anderen hebben ook weer andere tips, dus dat is altijd wel leuk om te lezen. Nou, dan was dit mijn video. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Misschien weet is deze week thema week op hem. En het thema van deze week is...